Oh, dit is echt een prachtige vakantiebestemming. Daar moet ik echt nog een keertje naartoe. Dat ziet er zo mooi uit. Oh, wat heb ik het ook lekker naar mijn zin hier op mijn vrije dag. Ding dong, ding dong. Volgens mij is dat de bel. Eens eventjes kijken wie we daar hebben voor de deur. Eens even kijken. Hoi, Zoe. Wie zijn dit allemaal? Dit zijn allemaal mensen uit Broekhaven. Zoe, kom even binnen. Ja, is goed. Allemaal meiden hier voor mijn huis. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik doe even de deur op slot. Kijk eens aan. Wat is dat allemaal hier? Voor gekkigheid. Nou, jij bent uitgeroepen tot de meest knappe jongen van heel Broekhaven. Hier, wat bloemen. De meest knappe jongen van heel Broekhaven? Ja, zeker. En wil je zeggen dat daarom al die meiden in de rij staan om met mij op een date te gaan? Ja, klopt. Wacht eens even. Diegene met dat blauwe haar, die komt me heel erg bekend voor. Hallo? Hallo? Oké. Ik zou zweren dat ik jou ergens van ken, maar ik heb geen idee. Zoe? Ja? En wat moet ik nou? Moet ik nou met z'n allemaal op date gaan of iets? Ik kan toch niet tegelijkertijd met z'n op date? Nee, niet tegelijkertijd. Om en om. Om en om? Alleen omdat ja? ik de knapste jongen ben van Broekhaven. Klopt. En ik weet niet wie daar heeft gestemd, maar als je dit de knapste jongen vindt, dan kan je beter maar even naar de oogdokter, denk ik. Zoe, vind je mij de knapste jongen? Ja, zeker. En dat betekent dat jij ook met mij op date wilt? Goed geraden. Oké, Zoe. Nou, weet je wat? Dat is goed. Dan ga ik wel met jullie allemaal op date. Want ik wil niet dat jullie ruzie gaan maken. Want meiden bij elkaar, die vechten nog wel eens om een jongen. En dat wil ik absoluut niet. Nee, en snap ik. Dan heb ik allemaal nagels overal in mijn huis liggen. En dat soort dingen. Of plukken haar omdat jullie gaan vechten. En elkaar aan de haren gaan trekken. Oké, Zoe, dat is goed. Ik ga wel met iedereen om en om op date, oké? Is goed. Oh, waar begin ik aan? Een date met allemaal meiden? En ik zou toch echt menen dat er een jongen tussen zat. Tenminste, hij doet me aan iemand denken. Maar dat zal vast wel niet. Nou, daar staan we dan voor de bioscoop in Broekhaven. En jij bent mijn eerste date, als het goed is. Ja, dat klopt. Ik heb er super veel zin in. Oh, en je hebt ook supermooie bloemen bij je. Zijn die voor mij? Ja, die zijn voor jou. Oh, ze ruiken echt mega lekker. Je ziet er wel goed uit. Je bent echt netjes gekleed. Waarom wou je zo graag naar de bioscoop? Ja, het is gewoon gezellig met z'n twee. Oké, nou laten we dan maar gaan. Want ten eerste nog een belangrijke vraag. Wat is je naam trouwens? Mijn naam is Dennis, aangenaam. Mijn naam is Zoe. Zoe? Een beste vriendin van mij heet ook Zoe, maar dan volgens mij met een Griekse ei. Oké, eens even kijken. Laten we deze kant op gaan. Jij had kaartjes gekocht voor de film, toch? Ja, voor een horrorfilm, maar ik ben bang voor horror. Oh, dat is geen probleem. Wil je wat popcorn? Ja, is goed. Doe maar zoet. Oké, kijk eens aan. Hier wat popcorn voor jou en wat popcorn voor mij. Oké, laten we maar naar de film gaan. Het is wel een horrorfilm, dus ik hoop maar dat je niet al te bang bent. Ik ook niet. Oké, laten we deze kant op gaan. Waar wou je zitten? Had je al stoelen gekozen? Achteraan is twee. Oké, zit jij dan maar hier? Dan zit ik wel hiernaast. Eens eventjes kijken. Je ruikt trouwens wel echt super lekker. Ja, je ook. Oh, dankjewel, dankjewel. En waarom wou je eigenlijk specifiek met mij op date? Nou, ik hoorde dat je een leuke jongen bent. Oh, dat is echt super lief van je om te horen. Nou ja, laat hem maar van de film genieten. Ik hoop dat je niet al te bang wordt. Zo, de film is voorbij. Ik wil je bedanken voor deze date, Zoe. Ja, ook bedankt. Super gezellig. Oké, nou ja, dan ga ik maar deze kant op naar huis. En dan spreek ik je wel een andere keer. Ik weet niet zo goed wat ik moet vinden van deze date. Het was wel gezellig, maar ook een beetje gênant. Nou ja, laten we maar naar de volgende date gaan. Zo, Naomi was je naam, toch? Ja, dat klopt. Nou, daar zijn we dan bij het restaurant waar je heen wou voor de date. Ik zou zeggen, laten we naar boven gaan. En laten we hier het eerste tafeltje bakken. Dus Naomi, kom hier vaker? Ja, ik kom hier heel vaak. Het is mijn favoriete restaurant. Oh, het ziet er wel heel erg mooi uit hier. Neem je altijd je knuffel mee op een date? Ja. Nou, oké. Je hebt in ieder geval wel mooi paars haar. En, dankjewel. Je hebt best wel een lekker geurtje op, Naomi. Dankjewel, jij ruikt ook heel lekker. Dank je. Waarom wil je eigenlijk met mij op een date? Is dat omdat ik de knapste jongen ben van heel Broekhaven? Misschien. Ik vind je pakje heel erg leuk. Mijn pakje? Ik hou ook heel veel van eendjes. Serieus? Ja, het is mijn lievelingsdier. Zijn eendjes je lievelingsdier? Ja.
Wow, wacht eens even. Wat voor knuffel heb? Is dat een axolotl? Ja, dat klopt. Oh, die is echt heel erg mooi. Oké, weet je wat? Ik pak wel wat eten voor je. Wow, ik had niet verwacht dat die Naomi zo aardig was. En ze houdt ook van eendjes. Oké, dit is tot nu toe best wel een leuke date. Oké, laat ik dit maar pakken voor Naomi. Ik hoop maar dat ze dit lekker vindt. Hoi Naomi, ik hoop dat je hiervan houdt. Ik een beetje pannenkoeken met wat stroop. Tenminste iets wat ik wel lekker vind. Wacht, is dat je lievelings? Ja. Oh, dat is echt perfect. Dus Naomi, vertel eens wat over jezelf, je hobby's. Ik hou heel veel van paardrijden. Paardrijden, oké. En van Roblox spelen. Roblox spelen, oké, dat zijn echt mega leuke hobby's. Ja, ik speel meestal gewoon Roblox en andere spelletjes. En paardrijden, ik durf niet op paardrijden. Die zijn hartstikke gevaarlijk meestal. Als je daarvan afvalt, dan breek je dadelijk nog iets. Ja, dat klopt wel. Maar als je het een beetje kan, dan val je niet zo snel. Ja, dat is waar. Ik denk omdat jij best wel goed bent in paardrijden, volgens mij. Wie weet kan ik anders een keer komen kijken als je een wedstrijd doet met paardrijden. Dat zou wel leuk zijn. Oké, dat is superleuk. Naomi, ik wil je bedanken voor deze date, oké? Ik heb nog een date hierna, dus ik moet helaas vandoor. Dat is goed. Okay. Ik vind je rugzak trouwens heel leuk. Oh, dankjewel. Jouw outfit ziet er superleuk uit. Doei, Naomi. Doei. Oh, het was echt een mega aardige date. Deze was tot nu toe nog best wel leuk. Die van net was wel wat minder bij de bioscoop. Dat was namelijk echt heel erg gênant. Nou ja, laten we de volgende date maar ophalen. Het wordt echt een lange dag. Als het goed is, moet mijn derde date hierboven zijn bij een soort van museum. Ik heb alleen geen idee waarom die me meevroeg naar een museum. Nou ja, ik hoop maar dat ze leuk is dan maar. Oh, kijk, daar staat ze al met haar mooie bruine haar. Hallo? Ik hou zo erg van kunst. Oh, hey. Wow, als het goed is, ben jij mijn date, toch? Ja, klopt. Wat was je naam ook alweer? Stephanie. Stephanie? Oh, Stephanie, je hebt een mega leuk outfit. Is dat nou een konijn op je schouder? Ja. Mag ik wel vragen waarom we eigenlijk hier naartoe zijn gegaan naar een museum? Ik bedoel, dat is niet meestal een standaardkeuze voor een date. Meestal ga je naar de bioscoop of uit eten, maar niet echt naar een museum. Nou, dit is mijn favoriete plekje in Broekhaven. En ik dacht, nou, iedereen gaat met jou op date. Ik wil ook met jou mee. Ja, oké. Okay. Ik kan wel begrijpen waarom. Ik bedoel, kunst is wel heel erg mooi. Hoe ze dat soms maken. Dan moet je kijken wat ze allemaal hebben hier. Wow, volgens mij is het echt een heel duur kunstwerk. Denk je niet, Stephanie? Ja, klopt. Volgens mij is het iets van 30.000 euro waard. 30.000? Wow, zoveel geld heb ik niet eens. Weet jij trouwens wie dit is? Nee. Nou ja, het is wel een keer wat anders dan uit eten. Vind je de date tot nu toe wel leuk? Ja, ik heb het hartstikke gezien naar mijn zin. Ja, ik moet alleen wel zeggen dat ik niet echt denk dat je mijn type bent. Ik hou echt wat meer van wat meer uitdaging, weet je wel. Wat coole dingen doen. Ik vind kunst wel bijzonder, maar ik denk niet echt dat het iets voor mij is, Stephanie. Dus dat spijt me heel erg. Ik denk niet dat het wat gaat worden tussen ons. Nou, dat is jammer. Dat is je... Wacht even. Ben jij nou een jongen? Ja. Heb je je gewoon verkleed als meisje? Misschien. Heb je dat gedaan om met mij op date te gaan? Omdat iedereen met mij op date wil in Broekhaven? Ja, was eerlijk gezegd een beetje jaloers dat jij was uitgeroepen tot knapste jongen van Broekhaven. Dus ik dacht, waarom niet? Dus omdat jij niet de knapste jongen was uit heel Broekhaven, dacht je van ik doe me maar voor als een meisje om met hem op date te gaan? Ja. Yep. Oké. Is je naam dan wel Stephanie op zijn minst? Nee, het is Stefan. Stefan. Nou, van mij vind ik... vind je wel knapper als jongen dan dat ik ben. Ik ben niet zo'n knappe jongen. Ik heb ook echt geen idee waarom ik uitverkoren ben tot de knapste jongen van Broekhaven. Ik bedoel, kijk nou naar me. Dat kan je toch niet menen? Nou, Stefan, fijne dag, hè? Hey, doei, doei. Oké, ik snap hier helemaal niks. Want dat was gewoon een jongen die zich had verkleed als een meisje. Alleen omdat hij niet de knapste jongen was van heel Broekhaven. Oké, laten we maar doorgaan. Naar de volgende date. Als het goed is, moet mijn vierde date hier om de hoek zijn. Eens even kijken. Bij de Broekhaven Club. Wat is hier? Hoi, Dad. Hoi, Zoe. Als het goed is, ben jij mijn date voor vandaag? Ja, klopt. Alleen, waarom heb je me uitgenodigd bij Club Brooks? Ik bedoel, Club Brooks is meestal alleen maar open op dinsdag van 9 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Op de donderdag en op de zaterdag op dezelfde tijden. Ja, klopt. Maar ik heb heel deze club afgehuurd. Heb je heel Club Brooks afgehuurd voor onze date? Ja, natuurlijk. Zoe, je hebt wel heel wat over voor onze date, volgens mij. Nou ja, laten we dan maar gaan, denk ik. Ik ben alleen niet de beste in dansen, kan ik je vertellen. Oh, dat maakt niet uit. Kan jij me dat leren? Ja hoor. Oké, laten we eerst hier even zitten, Zoe, want ik heb
heb echt verhalen te vertellen. Vertel, vertel. Nou, ik was net op een date, zeg maar, en het was een jongen die zich voordeed als meisje. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Ik bedoel, een jongen kan ook best een meisje willen zijn. Alleen, hij was gewoon jaloers omdat ik de knapste jongen was van heel Broekhaven. En dacht hij van, ja, ik ga met je op date. Dat is toch raar? Oké dan. Ja, wel een beetje. Dat was echt heel erg raar, kan ik je vertellen, Zoe. Maar in ieder geval, wil je dansen dan maar, denk ik? Ik bedoel, we zijn hier toch op onze date. Of wat had je in gedachten? Ja, zeker. Lekker dansen. Je ziet er tot nu toe wel echt mega leuk uit, Zoe, wel het leukste van jij met ook. Iedereen wie ik op date ben geweest. Dankjewel. Nou, dat is lief. Oké, laten we dansen. Alleen, Zoe, ik kan je wel vertellen, het is wel een beetje raar om te dansen zonder muziek. Maar ik bedoel, je kan best goed dansen. Ja, dankjewel. Jij ook wel. Ben je vaker op een date geweest? Nee, niet zo vaak. Nee, ja, ik vandaag dus wel. Dit is al inmiddels mijn vierde date. Maar wel de leukste tot nu toe, vind ik. Ik bedoel, ik heb het wel heel erg naar mijn zin. Alleen, ja, ik heb hierna nog een date, dus ik kan het niet te lang houden. Wacht eens eventjes. Ik weet wat we moeten doen. We moeten denk ik hier wat meer licht hebben en dat soort dingetjes. Kunnen we niet wat muziek aanzetten of zo? Het is hier zo saai. Ja, maar waar? Ik heb geen idee. Ik bedoel, misschien omdat de club dicht is. Kunnen we niet een drankje nemen? Wil je wat drinken? Ja, is goed. Hier, alsjeblieft, een blikje cola voor jou. Dankjewel. Laat ik zelf ook maar wat gaan drinken. Normaal is een club wel leuk als er muziek is en dat soort dingetjes, Zoe. Inderdaad, maar ik wist niet hoe het hier allemaal werkte. Dus nu, hè? Nou ja, ik vind het in ieder geval wel heel erg speciaal dat je de hele club hebt afgehuurd alleen voor onze date. Dat betekent wel veel voor me. Alleen, ik denk dat ik naar mijn volgende date ga, oké, Zoe? Ja, is goed. Oké, dan spreek ik je later. Doei doei! Doei doei! Tot nu toe is ze een van de leukste dates. Oké, laten we naar de volgende date gaan dan maar. Mijn vijfde en mijn allerlaatste date vandaag. En ik heb mijn zwempakje al aan, namelijk dit pakje. En ja, ik lijk een beetje op een lifeguard, maar dit is mijn beste zwempak ooit gewoon. En volgens mij is het daar in de Berthe, mijn date. Oké, laten we maar eens even kennis gaan maken met haar. Oké, kijk eens aan. Hallo? Als het goed is, ben jij mijn date, toch? Ja, hallo. Hey, waar is jouw bikini? Ja, die doe ik even niet aan. Oké, dat is niet erg, hoor. Je kan ook gewoon daarin zwemmen, natuurlijk. Ik bedoel, dat maakt mij niks uit. Alleen, waarom wou je zozeer gaan zwemmen op onze eerste date? Dat is toch wel een beetje raar. Nou, zwemmen is gewoon superleuk. Zwemmen is gewoon superleuk? Oké, dat is waar. Ik moet alleen wel iets bekennen. En ik hoop niet dat je daardoor mij misschien minder leuk gaat vinden. Maar ik kan eigenlijk helemaal niet tegen zwemmen. Meestal verdrink ik. Maar volgens mij is dit redelijk ondiep, toch? Dit is een ondiep zwembadje. Oké, hier kan ik wel staan met mijn voetjes. Maar verder niet, hoor. Oké, dat is heel erg. Ga jij het water niet in? Jij wil zeker je haar niet nat maken, hè? Ja, dat klopt. Nou ja, ik denk dat ik dan maar even van de glijbaan af ga. Deze date is echt super raar. Ze wil zwemmen, maar ze wil haar haar niet nat maken. Waarom vertrouw ik hier niks van? Nou ja, laten we maar van de glijbaan af gaan. Hij is dat niet zo goed voor je, zoveel chloor en water. Oh, ik hoop maar dat er trouwens niemand in het zwembad heeft geplast. Wat is je naam eigenlijk? Ik ben Samantha. Samantha? En Samantha, wat zijn je hobby's? Nou, ik vind koekjes eten lekker. En dat eigenlijk. Je vindt koekjes eten lekker? Ja. Samantha, je lijkt echt mega goed op een goede vriend van mij. Namelijk op Sam. Ik weet niet of je die kent. Oh nee, Sam, die ken ik niet hoor. Nee, je kent die niet? Nee. Sam, doe nou maar die pruik af. Ik weet dat jij het bent met je cookie monster pak. Dat haar helpt je niet. Oké. Sam, hoezo doe je voor als een meisje? Nou, ik wou ook gewoon meedoen met al die meiden. Sam, was je ook jaloers dat ik de knapste jongen was in heel Broekhaven? Misschien. Ja, ik snap ook niet waarom jij niet hebt gewonnen en ik wel. Ik deed niet eens mee volgens mij. En jij zat me alleen maar berichtjes te sturen van ik heb me aangemeld voor de knapste jongen. Weet je zeker dat je mij niet hebt aangemeld, per ongeluk? Ik heb eigenlijk geen idee wie ik heb aangemeld. Sam, ik denk dat je mij hebt aangemeld. Want je vroeg nog, moet ik jou ook aanmelden? En ik zei nee. Heb je dat wel gelezen dat ik nee zei? Nee, ik heb helemaal geen berichtje gezien. Sam. Daarom moest ik dus door jou met al die meiden op date. Ik zei toch, ik wil helemaal geen verkering met iemand. En ik moest zelfs met Zoe op date, oké? Onze beste vriendin. Weet je hoe raar dat was? Nou, dat valt wel mee, toch? Nou, ik moest ook bijna met jou op date. Alleen omdat je jaloers was dat ik de knapste jongen was. Sam, de volgende keer meld ik jou wel aan voor die competitie. En niet jij mij, oké? Oké. Oh,
echt waar. Sam kan helemaal niet zo goed lezen en hij heeft mij aangemeld in plaats van hem. Waardoor ik dus mee heb gedaan in een competitie dat ik de knapste jongen was in Broekhaven. Oh, echt waar. Hij moest zichzelf aanmelden, niet mij. Hoe kan je nou zo'n fout maken? Nou ja, ik ga maar weer naar huis. Het was me echt te veel allemaal op een dag. Zoveel dates. En het was ook zo raar allemaal. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!